De financiële situatie van Welen, ooit een rotsvaste pilaar in de Nederlandse muziekscene, wankelt onder een zware last van schulden, zo onthult de privé. De 44-jarige zanger en partner van Bibi Breiman ziet zich gedwongen zijn luxe villa in Hilversum in alle stilte te verkopen, hopend op discretie. Hij heeft een enorme schuld, het gaat om een bedrag met zes nullen. Op zijn huis zit overwaarde. Om daarvan te profiteren is verkoop onvermijdelijk. Hij moet wel, deelt een insider. Voordat de pandemie de wereld in zijn greep had, verdiende Whalen makkelijk 1 tot 2 miljoen euro per jaar. Maar toen kwam corona, en met het stilvallen van optredens en het sluiten van die voice zag Whalen zijn inkomsten dramatisch kelderen. Uiteraard heeft hij steun vanuit de regering gekregen, zoals veel mensen, maar die moet je allemaal weer terugbetalen. Als dat deels al is uitgegeven, dan heb je een probleem, onthult de bron. De financiële klappen werden verergerd door persoonlijke schandalen en een dalende populariteit na het publiek bekend worden van Bibi's vreemdgaan. Het verlies van het lucratieve contract als coach bij The Voice en het afketsen van een onderbroekendeal zetten Whalen verder onder druk. Zijn levensstijl, inclusief een kostbare vakantie naar Indonesië van zo'n 25.000 euro, hielp ook niet. Waarschijnlijk heeft zijn boekhouder dit voorjaar aangegeven dat het zo niet langer kan, meldt de bron. Nu de villa, met een waarde van rond de 1,8 miljoen euro in de stille verkoop, gaat, blijft Welen achter met meer vragen dan antwoorden over zijn toekomst. Zal de verkoop van het huis genoeg zijn om zijn financiële problemen op te lossen? En belangrijker nog: kan hij ooit weer opbouwen wat eens was? Alleen de tijd zal het leren.